Vandaag heb ik een opgemaakt filmpje weer voor jullie. En het is vrij aan het begin van de maand. Maar ik had weer een aantal producten. En ik dacht, het is dan net zo handig als ik maar gewoon meteen laat zien. Want anders, als ik het over een paar weken doe, dan is het weer mega veel. Dus, laten we beginnen. Ik heb verschillende producten weer opgemaakt, zoals altijd. En voornamelijk weer haarproducten, zoals altijd. En de eerste die ik heb opgemaakt is de Herbal Essences Beautiful Ends. En dit is de... Ja, voor half lang tot lang haar. Maar deze ruikt ontzettend lekker. Kijken. Hij ruikt heel erg, ja, fris zoet. En ik hou ontzettend van zoete geuren. En ja, ik vind deze gewoon echt ontzettend lekker. En ik hou heel erg van Herbal Essences. Maar een paar euro, ik ben er gewoon dol op. De shampoo die ik heb opgemaakt is de Silk Therapy shampoo. En deze is te koop, is van Bio Silk. En deze is te koop... Bij sommige Douglas en Issy Paris vestingen volgens mij. Maar voornamelijk bij johnberens.com. Want daar heb ik hem ook vandaan. En een aantal video's geleden had ik de conditioner opgemaakt. En dat gaat bij mij gewoon veel sneller dan shampoo. En heb ik de shampoo opgemaakt. Ik vond hem ontzettend fijn. Ze kosten volgens mij iets van 20 euro per fles. Dat is aardig prijzig. Maar ik doe er echt heel lang mee. Ik heb hier uiteindelijk... Ik heb niet elke keer gebruikt dat ik mijn haar heb gewassen. Maar wel heel erg vaak. En ik heb hem denk ik iets van 4 maanden gebruikt of zo. En dat vind ik aardig lang voor een shampoo. Dan is hij misschien 20 euro, maar ik haal het er wel uit. Daarnaast vind ik hem ontzettend fijn in gebruik. Hij ruikt lekker, verzwaart mijn haar niet, maakt het glanzend. Ik weet niet, ik vind het gewoon echt een hele fijne shampoo. Dus deze koop ik opnieuw. Dan weer een conditioner. En dit is de Asia Straight Conditioner van Glisscure. En deze ruikt ook gewoon heerlijk. En is ook gewoon, nou ja, goedkoop. Gewoon maar een paar euro. En ik vond deze ook erg prettig. Dan de André Lon Care & Repair voor droog en beschadigd haar. En dit is ook een conditioner. En deze had ik gebruikt omdat ik de laatste tijd mijn haar nog wel eens wilde krullen aan de onderkant. En nou ja, dan merk je gewoon dat je haar gewoon iets meer voeding nodig heeft. Vandaar dat ik de voor droog en beschadigd haar heb gekocht. En ik vind inderdaad dat die wel heeft geholpen. Ook deze is maar een paar euro. Lekker makkelijk te verkrijgen bij de Ethos of de Kruidvat. En hoe lang doe ik hiermee? 2 weken of zo. Dus niet heel erg lang. Maar ik vond hem wel heel erg prettig. Dan heb ik een Nivea reinigingsdoekjespakketje opgemaakt. Ik gebruik het altijd om mijn werkplek mee schoon te maken. Of om even de laatste dingen af te halen. Of als ik wel eens BB creams of foundations of dat soort dingen test. Of gezichtsproducten, dan kan ik even snel mijn gezicht schoonmaken. Ik vind het gewoon altijd ontzettend makkelijk in gebruik. En dit, ik heb de roze versie. Die is voor een droge en gevoelige huid. En die ruiken ook het lekkerst. En die zijn ook inderdaad heel erg... zacht voor de huid. Dus ik vind deze wel echt heel erg prettig. Deze gebruik ik altijd opnieuw. En die kost iets van 3,50 per pakje. Een ander gezichtsproduct dat ik heb opgemaakt. En dit vind ik heel erg dat deze op is. Want ik vond dit echt geweldig. Ik heb deze gekocht op de Beauty Gloss Party 2013. En dat was volgens mij afgelopen maart. En het is nu begin november. Ik heb hier een half jaar mee gedaan. Zo'n fles kost volgens mij 20 euro. Give or take. En dit is trouwens van Ahava, dat had ik nog niet eens gezegd. Maar dit is van Ahava en zo'n fles van 250 ml kost iets van 20 euro. Ik heb er een half jaar mee gedaan. Ontzettend lang. Ik heb nog nooit zo'n fijne reiniging melk gebruikt als deze. En ik hoef ook niet eens een tonic hierna nog te gebruiken, want ik vind dat bij dit product totaal niet nodig. Mijn gezicht voelt ook helemaal niet vet na gebruik. Ja, ik ben dol op Ahava, op de gezichtscremes, op de melk, op alle gezichtsproducten. Maar vooral deze. Vooral ook vanwege het tutje. Dat vind ik ontzettend handig. En dit is de All-in-One Toning Cleanser. Dus je hoeft inderdaad ook geen tonic meer te gebruiken, want alles zit hierin. Als ik iets opnieuw ga kopen van al deze producten die ik jullie laat zien, is deze het sowieso. Geweldig product. Aanrader. Dan heb ik een mascara opgemaakt. En deze mascara heb ik al best wel lang. Volgens mij zat die een keertje in de glossy box vorig jaar. En dit is de Rituals Perfection Volume Mascara. Volgens mij zat deze in de glossy box een half jaar geleden of zo. Ik vind het hem verschrikkelijk. Ik heb hem dus eigenlijk ook na een paar keer gebruik ook niet meer gebruikt. En er was ook niemand anders die hem soort van wilde gebruiken van mijn vriendinnen. Want hij is gewoon echt... Nou, ik weet niet wat het is. Klontjes en geen separatie en plakken. En ik vind het echt een verschrikkelijke mascara. Dus hij gaat ook gewoon nu weg. Hij is aardig vol, maar hij gaat gewoon weg. Dit is de Perfection Volume Mascara. En ik denk dat hij iets van 15 euro of zo kostte. Maar ja, prullenbakmateriaal. Klaar is dat.
Dan heb ik als allerlaatste deze opgemaakt. Dit is de Rituals Touch of Heaven. En dit is Organic Sweet Orange and Cedar Lime. Ik ben geen type voor de Loving Buddha. Ik vind hem niet zo lekker ruiken. Simpel als dat. Maar deze versie, de Organic Sweet Lime, de Touch of Happiness heet die ook wel. Of Heaven, Touch of Heaven en Happiness. Nee. Deze lijn, ik vind hem geweldig. En ik vind het ook super jammer dat hij voor het grootste deel is vervangen door de Loving Buddha. En hij is op. Volgens mij kan ik deze nog wel gewoon verkrijgen uit deze lijn. Heel veel andere producten niet meer, maar deze wel. En deze ruikt zo ontzettend lekker. Nou, dit is echt een touch of heaven. De naam klopt precies. Kost volgens mij €15 voor 200 ml. Er zit volgens mij parabenen in en alcohol en niet allemaal hele goede producten. Maar ik vind hem zo top vanwege die ontzettend lekkere geur. Dus ook deze ga ik als een malle weer halen. Dus ja, dit waren de producten die ik heb opgemaakt de afgelopen weken. En op deze manier zijn de video's tenminste niet ellenlang. En kan ik jullie ook gewoon vertellen welke producten ik wel zou halen en welke nou niet meer. Kijk, bij shampoos, dat is gewoon prima. Weet je wel, mijn Gliscure, mijn Herbal Essences, die koop ik toch altijd weer. En die zie je ook weer bij elk opgemaakt filmpje. Maar de producten die ik sowieso opnieuw zou halen is deze Ahava. Deze van de Rituals. Deze van John Berends. En de reinigingshoekjes van Nivea. Wat ik absoluut niet weer zou kopen is deze Rituals mascara. Verschrikkelijk. Dat was hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Abonneren zou ik super tof vinden. Duimpje omhoog zou ik super tof vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!